Mitchell, 1-1 hier in Groningen. Kan je daar mee leven met die uitslag? Ja, ik denk dat je uiteindelijk hier wel mee kan leven. Je komt natuurlijk voor de winst. Ik denk dat we de eerste helft toch wel stiekem die 1-0 hadden kunnen maken. Maar ik denk al met al, als je terugkomt van de 1-0 achterstand en 1-1 in, neemt een punt hiermee, is goed. Jij maakte die gelijkmaker. Lekker gevoel lijkt mij. Ja, zeker. Fantastische steekbal. Eerste instantie. Schiet ik op de keeper. En ik zie dat hij terugkomt. En ja, toen met links in de verre hoek. Had je nog gedacht dat hij zou vallen, die gelijkmaker? Nou, ik had nog wel het vertrouwen erin. Ik dacht, we moeten ons gewoon helemaal stuk spelen. En dat we niet in de bus zitten 3,5 uur en denken, ja, hadden we maar dit of hadden we maar dat. En ik denk dat niet het geval is nu. Als we even kijken naar die eerste helft. Groningen begon aardig, hè, met een ontzettend goede kans voor Mahi. Maar daarna vond ik, was het NAC eigenlijk wat de klok sloeg. Beetje bij beetje veroverden jullie de wedstrijd, had ik het idee. Ja, zeker. Ik denk ook dat iedereen keihard heeft geknokt. En dan zie je dat je toch de wedstrijd naar je hand kan draaien. En dat je toch wel je kleine kansjes meepakt. En ja, dan is het nogmaals echt mooi als je met een punt weggaat. Maar het probleem van die eerste helft was wel de kans die je kreeg, dat waren een aantal, die maakte je niet. Ja, wat ik zeg, ik had eigenlijk al gedacht dat we de eerste helft op 1-0 kwamen. Als dat had gebeurd hier met het publiek, hoe kritisch ze op het moment zijn, dan had het in mijn ogen een hele andere wedstrijd geworden. En ja, dan kan je misschien zelfs wel uitbreiden. Maar ja, nogmaals, het is gelopen hoe het is gelopen en we hebben een punt. Ja, klopt, het loopt zoals het loopt, maar nog heel eventjes over die goal die jullie tegenkrijgen. Dat was een vervelende goal, hè? Met name voor Marie, want het was een eigen doelpunt. Ja, zeker. Een hele vervelende goal, maar ik denk dat elke goal die je tegenkrijgt vervelend is. Ja, maar een eigen doelpunt lijkt me altijd iets vervelender. Ja, tuurlijk. Zeker weten. Het zijn de vervelende dingen. We hebben een punt en anders hadden we hier anders gestaan. Maar een punt is dat genoeg tegen Groningen in de positie waar NAC zich bevindt? Wat ik al zeg, we kwamen hier om 3 punten te pakken. Maar als je het verloop van de wedstrijd kijkt en hoe laten we de 1-1 scoren, dan denk ik dat je blij mag zijn met een punt. Misschien is dit wel een hele belangrijke punt aan het einde van de rit. En nogmaals...